allemaal. Superleuk dat jullie kijken of luisteren naar een nieuwe takkie met Wiri. En Felix. Felice. Ja. Gisteren keken we naar een film. Ja. En daar heette er ook iemand Felix. Maar ze zeiden... Felix. Ja, Felix. Felix. Ja, ik weet niet, Spaans film was het. Felix. Ik weet niet of het goed zegt. Oh. Nou ja, grappig. Felix, vind ik was ook. Was een advocaat. You like that, huh? You like misschien, that. Misschien, hè? Toekomstwijziger. Ja, grappig. Dat jij nog steeds het gevoel hebt van misschien ben ik nog beter in iets anders dan muziek. Ja. En dat de zakenwereld je heel erg aanspreekt. Ja, elke dag meer eigenlijk. Ik heb vandaag ook een beetje het gevoel, als we toch open zijn, dat ik denk van, ik heb wel een sessie. Maar ik heb gewoon niet zo zin om muziek te maken. Oh. Ja. Maar dat heeft dan niks te maken met de persoon met wie je de sessie hebt? Gewoon nee. In general? Gewoon in general, ja. Ik wil gewoon andere dingen doen. Hoe komt dat, denk je? Ik weet het niet. Mijn interesses die verschuiven steeds vaker en harder nu. Mm-hmm. Moet ik zeggen. En ergens vind ik dat ook een beetje beangstaanjagend. Beangstaanjagend, is dat een woord? Ja. Grappig. Ik dacht dat het angstaanjagend was of beangstigend. Oh ja? Zeg, misschien lullig nu. Ja, misschien. Nou, misschien dat hoor. Beangstaanjagend. Klinkt wel gek, eerlijk. Ja, klinkt gek. Ik neem het terug. Okay. Maar na het wat jij zei. Ja, maar ik snap wat je bedoelt. Het is angstaanjagend voor je. Ja, ja, weet je wel. Ja. Dat snap ik. Want het voelt weird. Ja. Maar ik weet niet, ik verveel me gewoon. Maar denk je niet dat dat de main reason is? Dat muziek niet gewoon niet meer je passie is, maar dat het puur is omdat je elke dag aan muziek zit door corona? Ja, ja, en daar heb ik wel eens over na zitten. Denk, ik had daar laatst een gesprek over met Pook. Mm. Had ik toen. Toen zei ik ook tegen hem van, hoe chill zou het zijn? Bijvoorbeeld een Kanye, bijvoorbeeld. Die is nu vet rijk door die schoenen natuurlijk. Hoe chill zou het zijn om gewoon muziek te droppen en het zou gewoon geen moer uitmaken gewoon. Of het wat doet of niet, ja. Whatever. Ja, maar dat is toch het hele ding. En het is niet eens dat dat per se pressure op mij gooit. Dat ja. Het iets moet doen. Mm-hmm. Alleen ik raak gewoon uitgekeken. Of ik moet ineens een ticket krijgen naar Amerika en ik kan daar vet werken. Maar ja. Ik vind het gewoon, ik weet niet, ik vind het gewoon saai. Ja, maar ik denk dat dat het hele ding is. Dat we nu heel veel doen based out of pressure. Dus dat ik bijvoorbeeld, als ik gewoon mezelf als voorbeeld neem, ik post elke dag eigenlijk out of pressure. Als ik echt zou posten wat ik zou willen posten, dan zou ik dat niet elke dag twee keer doen. Weet je wel? Nou, het is niet willen, dat ik. Misschien willen posten doe je wel, maar gewoon de hoeveelheid. Ja, dat je denkt ja. Van, ja, gewoon geen zin in. Twee keer per dag. Het is gewoon meer dat ik denk, ja, ik weet gewoon dat dat slim is om een beetje relevant te blijven. Maar als ik echt ga nadenken van ja. Ik zou niet elke dag, in mijn ideale wereld zou ik niet elke dag posten. Snap je wat ik bedoel? Nee. Net als dat jij nu waarschijnlijk hebt dat je in je ideale wereld muziek zou droppen wanneer jij zou willen droppen. Zonder het gevoel te hebben van, oh, ik moet echt een album droppen nu, want mensen wachten erop. Of, ja. Weet je wel? Ja. It's a lot of pressure. Dus ja, I get that. Is, ja, precies. En, ja, en wat ik al zei, het voelt gewoon saai. Ja, ik heb af en toe van die dagen, maar het wordt steeds. Steeds vaker dat het is dat de dagen saai zijn in plaats van andersom. Ja. En dat vind ik gewoon zonde, want er zijn heel veel andere dingen die ik ook denk van ja, misschien wil ik dat wel gewoon doen. Dus net heb ik voordat we begonnen, heb ik wat crypto gekocht. Oh, did you? Ja, maar gewoon laagdrempelig wel. Oké. Okay. Gewoon een paar honderd euro in gedaan en dan een beetje verspreiden. En gewoon kijken. Nul verstand ervan. Maar gewoon, maar ik vind het nu al leuker dan. Omdat het nieuw is. Ja, het is gewoon iets fris weer. Het is, ja, het is gewoon. Elke keer die sessies is toch altijd dat ik denk van ja. Er zit een hele leuke tussen hoor. Laat je met poken. Fucking goede tijd. Mm-hmm. Ook heel gezellig. Een hele toffe muziek gemaakt. Alleen, vaak heb ik ook toch wel dat ik een track heb gemaakt en daarna, een paar dagen later, denk van, ja, oké, ja, dan moet het uitkomen. Maar tegen die tijd, ja. En nu? Ja, precies. Het is gewoon boring voor mij. Of in ieder geval, ik vind het gewoon steeds saaier worden. Dat vind ik een beetje. Dus misschien kan je je creativiteit er niet meer in kwijt. Ja, ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat het is. Want dat valt ook wel mee. Want ik maak geen
slechte tracks, toch? Ik maak wel goede tracks. Nou, nee. Ja. Nee, zeker nee, niet. En, nee. En sterker nog, ik maak zelfs tracks die ik eerder nooit zou maken, waar nee. ik veel meer nu trots op ben. Nog meer. Alleen, alsnog, als het is gemaakt, denk ik van ja, oké, het zal wel weer. Niet meer interessant. Nee. Totdat het uitkomt of zo. En dan is het voor mensen om naar te luisteren. Maar voor de rest heb ik zoiets van ja, het moeft mij gewoon niet meer van binnen. Nee. That's kind of sad. Ja, ja. Want dit heb ik je nog niet echt zo op deze manier horen zeggen. Kijk, tuurlijk weet ik dat jij ook geïnteresseerd bent om later eventueel in de businesswereld en de zakenwereld te stappen. Maar ik wist niet dat je nu echt op een punt zat dat je muziek ook echt een beetje saai begint te vinden. Ja, kijk, bijvoorbeeld, nou ja, het is moeilijk. Het is moeilijk, er moet echt iets gebeuren, wil ik echt heel enthousiast worden. Mm. Bijvoorbeeld van nieuw geluid, wat ik nog nooit heb gehoord. Daar word ik heel enthousiast van. Alleen, als je het echt hebt over muziek maken, bijvoorbeeld in mijn eentje krijg ik gewoon bijna niks eruit. Dan krijg ik gewoon niks voor elkaar qua muziek. Of ik moet een track afmaken, of ik krijg dat iemand iets heeft ingezongen en ik maak daar een nieuwe beat omheen, dan kan ik iets doen. Maar, gewoon, maar denk je ook niet dat het te maken heeft met dat je gewoon überhaupt, hoe was je voorheen bijvoorbeeld, what inspired you to make music? Je ziet nu de hele tijd gewoon je eigen kamer, je eigen studio. Nou, het was altijd het ding dat ik gewoon gehoord wilde zijn. Worden? Worden, ja. Gehoord wilde worden, inderdaad. En iets achterlaten. En ja. Kijk, dat is wel met muziek zo, als je het hebt over crypto dingen en investering dingen. Muziek is wel ongeveer het enige, daar dacht ik laatst aan, wat een investering is wat nooit omlaag gaat. Dus elke stream, of het nou klopt, een stream per dag is, het gaat altijd omhoog. Het kan heel langzaam gaan, maar het gaat altijd omhoog. Mm-hmm. Dat is heel interessant, vind ik. Dat forever. Het houdt gewoon zijn waarde. Het houdt zijn waarde en stijgt. Het kan alleen maar stijgen. Mm-hmm. Alleen, ik weet niet. Ik weet het gewoon niet. Ik dacht er ineens vandaag aan. Dus daarom heb je het ook nooit horen zeggen. Maar ik dacht er ineens vandaag aan. Toen had ik zoiets van, ja, het is gewoon boring af en toe. Ja. Maar het is wel belangrijk voor jezelf om erachter te komen waarom je het ineens saai vindt. Want kijk, als het door het feit komt dat je dus alleen maar in je studio zit, ja, dan is het misschien goed om ook andere leuke dingen voor jezelf te doen. En als het gewoon komt omdat je echt denkt, ja, ik wil gewoon nieuwe dingen proberen, wel, dan is het tijd om nieuwe dingen te proberen. Het is een beetje beide, inderdaad. Ja. Het is beide. Het wordt op een gegeven moment een beetje een sleur. Ja. Daarom vind ik het wel leuk bijvoorbeeld dat ik mijn label heb, dat ik daar zo mee bezig ben. Ja, want dat is natuurlijk ook weer een hele andere tak. Ja. Dus het is een heel erg dubio. Dus ik zit aan de ene kant heb ik wel zoiets van, ja, maar ik moet wel laten zien dat ik dit kan. Je weet toch, mensen moeten niet met me fokken als het gaat om muziek maken, snap je? Ja, you still got this. Ja, zo van, yo, wil je leuke tricks uitbrengen? Is cool, maar ik kan dat ook. Zo denk ik er wel echt over. Alleen, ik weet niet. Het is gewoon lastig. Ja, nu voelt het heel erg boring. Gewoon. Misschien denk ik er morgen anders over. Dat kan hoor, maar ik heb het laatste tijd steeds vaker het gevoel, ja. Ja. Dat het gewoon, dat ik denk, ja, of moet een andere omgeving doen. Misschien moet ik een keer schrijverskamp weer gaan doen. Ik wou net zeggen, ja. Ja, dat, misschien moet dat wel een keer weer. Maar tot die tijd, ja, mensen denken echt dat ik elke dag, hele dag muziek aan het maken ben. Nee, heb ik gedaan. Ja, nu doe ik liever iets anders dan dat, eigenlijk. Ja. Gewoon om mezelf te inspireren en nieuwe dingen te doen. Maar misschien ergens ook wel mooi, want voor zover ik weet, heb jij in je hoofd gemanifesteerd dat je meer rust wilt. Misschien is dit een soort van een manier. Ja, nee, dat is wel zo. Nou, ik ervaar wel meer rust, dus ik kan meer sneller dingen aan de kant zetten nu. Dat kan ik wel. Alleen, er moet wel gewoon gewerkt worden. Er moet gewoon geld binnenkomen. Alleen, het muziek maken vind ik gewoon de laatste tijd bijna het minst interessant. Interessant, ja. Ja. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Misschien vind je het nu niet eens meer zo leuk dat je er ook niet eens meer rust uit haalt. Want vaak zei je wel,
dat muziek maken sowieso, het is en blijft werk. Maar als je dan zelf aan het aankloten was met muziek... Ja. Dat je er dan nog wel rust uit haalde. Dat het voor jou echt leuk was. Ja, maar als je ja. dat zelfs nu niet meer hebt, dan is het wel... Ik vind het gewoon, laat me het zeggen, ik vind het ironic dat je rust manifesteert. En dat je nu telkens meer van muziek af komt te staan. Wat je werk is. Ja, het en maken nieuwe dingen. Ervan. Ja, ja. En nieuwe dingen aan het proberen bent. Ja. Dat is wel mooi, ja. eigenlijk. Ja, ik hoop dat het mooi is. Ik hoop dat het een goede kant ja, op gaat. Ja, dat hoop ik eigenlijk ook. Ik denk het wel, hoor. Hoe ik mezelf altijd vertrouw daarin. Geloof ja. ik altijd dat dat zo is. Alleen... Ja, op dit moment, ja, ik weet niet. Mensen die nu kijken denken van, wat is dit nu? Het is niet iets lijps of zo, wat ik nu zeg voor mij in ieder geval. Nee. Want ik heb het al een tijdje en ik heb in die tijd ook, weet ik veel, al die tracks gedropt die ik in de afgelopen tijd heb gedropt. Mm-hmm. En dat blijf ik doen. Want ik heb gewoon superveel muziek en het moet gewoon uitkomen, omdat ja. het gewoon goed is. Maar ja, wat je ook tijdens deze coronatijd hebt gerealiseerd, is dat je wel gewoon heel erg van je privacy houdt, toch? Ja, dat wel. Alleen dat voel ik niet heel erg nu ik dit zo zeg. Ik voel niet van, ik wil steeds meer privé. Want ja, in principe, als je ergens anders heel goed in bent, of het nou crypto is of whatever, en je wordt daar heel goed in, ja, op een gegeven moment gaan mensen je toch wel kennen. Ja. Ik bedoel, de grootste zakenmannen zijn bekend, terwijl ze niet eens per se heel erg bezig zijn met zichzelf verkopen altijd. Alleen die zijn gewoon bekend. Dus ja, tuurlijk. Dat hoort er gewoon bij. En dat heb ik wel geaccepteerd. Dat ik zoiets heb van, het zal wel. Ja. Ik moet door. Alleen het gaat me echt specifiek om het werk zelf. Dat gewoon... Ik dacht ook laatst, ik wou dat ik gewoon een werk had dat ik alleen maar hoefde... Ik zei dat tegen Max toen, mijn neef. Mm-hmm. Zei ik van... Mij lijkt echt een ideale baan dat je gewoon... En ik denk voor veel mensen natuurlijk. Dat je gewoon alleen hoeft te praten. En je zegt dingen. Dus je hebt alleen meetings en je komt met ideeën. Maar wel goede ideeën. Hè? Je bent niet op rare dingen. Goede ideeën. En voor de rest wordt dat gewoon... Uitgevoerd. Maar voor... Het enige wat ik doe is gewoon... Jij bent het brein. Praten. Ja. Praten. Ik hoef niks formulieren of contracten op te stellen. Mm-hmm. Of whatever. Ik hoef alleen maar gewoon... Ik kom bij meetings en ik zeg hoe het moet. Ja. En vanaf daar verder. Dus ik ga proberen om die kant op te werken. Gaan. Ja. Ja. Dus... Ik vind het wel grappig dat we hebben gezegd dat we niet meer over werk gaan praten. En deze podcast gaat gelijk weer over. Alleen, dat komt stiekem een beetje door jou, toch? Misschien. Ja, ik laat weer mee. Had het gewoon over het feit dat we gisteren een film keken... waarin ook iemand Felix heette en jij begon toen over... Nee, ik zei alleen advocaat en toen begon jij verder. Nee, ja, we zijn beide een beetje guilty. We zouden er niet de hele tijd over praten. Maar ik denk dat toch wel mensen het ook interessant vinden, toch? Want het heeft ook een beetje te maken met in deze tijd waar we in zitten. Tuurlijk. Hoe je daarmee omgaat. Maar inderdaad, of wil jij nog? Want ik... Ja, ik weet niet of ik het kan zeggen per se. Maar ik ben gewoon... wil ik wel even een momentje nemen dat ik gewoon trots op je ben... met de deals die jij binnenkrijgt. Thank you. Is toch lekker? Ja. Yeah. Jij bent... En het gaat daar niet om. Maar jij hebt wel... verdient nu meer op dit moment dan ik. Ja. Yeah. Who would have thought that, huh? Ja, dat is toch lekker? Ja, nee, zeker. Super blij mee. Super blij mee. En ergens denk ik ook, ja... Ik wist gewoon dat het een kwestie van tijd was. Ja, dus, je wist altijd dat het ging gebeuren. Ja, het ging gewoon gebeuren. En nu komt het allemaal telkens meer binnen. En om heel eerlijk te zijn, heb ik al heel lang geen stress meer om geld. Nee. Het is niet dat ik denk, ik hoop echt dat er deze maand weer een deal binnenkomt. Ik zeg niet dat ik elke maand evenveel deals heb, maar het is gewoon letterlijk dat ik... ik heb sowieso een bedrag dat ik gewoon lekker kan leven. Ja. Om het zo even te zeggen. Maar het is ook, ik stress er gewoon niet meer om. Ik heb gewoon zoiets van, het komt wel. Ja. Het komt wel wanneer het komt. De juiste samenwerkingen komen wel op mijn pad. En ik had vroeger ook nog wel eens dat ik kon stressen als ik bijvoorbeeld bij andere influencers heel veel deals zag en ik zelf niks had. Maar nu besef ik ook, de deals die naar mij toe komen, komen met een reden naar mij. Omdat ze matchen met mij. Ja. En de deals die naar hun toe komen, die zouden niet eens matchen met mij. Nee. Dus
Ja, echt geen stress. Gewoon daarover. Nee, heel fijn is dat. Waarom zou je iets willen wat je eigenlijk al niet zou willen? Ja. Snap je? Ja. Daarom. En ja, ik begin gewoon telkens meer te geloven. Er is genoeg voor iedereen. Ja, dat had ik altijd al. Maar het is gewoon nu... Nu ervaar ik dat ook echt zo in mijn dagelijkse leven. Dat ik denk, ja, weet je, there is enough for everyone. Dus ik stress niet. Komt wel goed. Ja, ik stress gewoon niet. Nee. Dat is wel... Nou ja, dat is een hele goede positie waar je in zit. Dat is wel... Zeker. Ja, dat is gewoon een hele fijne... Fijne positie. Ja, een hele fijne positie, ja. Maar voel je persoonlijk, hoe voel je daaronder? Bijvoorbeeld over die deals en al je werk. Hoe voel jij daar je persoonlijk bij? I feel great, ja. Ik voel me de laatste tijd sowieso echt dat ik denk... Het is heel raar, maar echt sinds ik... Nou, het is eigenlijk niet raar. Sinds ik Moldify draag... Ja, jij kent Moldify niet. Ik heb hier ook nooit echt specifiek over verteld eigenlijk. Nee. Maar het is een steen en die zorgt er, even heel plat gezegd, voor... dat alles wat jou niet surft, dus alles wat jij... If you were your higher self... dan zou je ook alleen maar dingen doen die goed zijn voor jou. Ja. Dit kristal die zorgt ervoor dat het je helpt om dus dingen uit te sluiten die jou niet goed doen. Nee. En ik merk dat ik sinds ik deze draag en er eigenlijk gewoon nog meer dingen in mijn leven zijn gebeurd en nog meer is verhelderd, besef ik ineens dat ik zoveel acceptatie heb naar bepaalde situaties en bepaalde dingen. Dus vooral het acceptatiepuntje. En gewoon ineens beseffen van ja, het is allemaal goed zoals het is. En dit is gebeurd met een reden. Maakt niet uit. Ja. Gewoon die vorm van acceptatie is echt zo... Het voelt echt als vrijheid. Ja. En ja, ik vind dat gewoon grappig. Want ik weet nog hoeveel mensen altijd zeiden... Ja, je moet bepaalde mensen vergeven. Want het is alleen maar goed voor jezelf. En tuurlijk weet je dat. Je vergeeft ook iemand voor jezelf. Ja. Maar toch was het altijd een trigger als iemand dat zei. Als iemand dat zei, dacht ik echt... ja, maar wat weet jij er nou van? Hoe bedoel je vergeven? Dat kan toch niet zomaar? Ik werd altijd een beetje pissig in mezelf. Ja. En nu besef ik gewoon dat dat komt omdat ik... I wasn't ready. En dat wist ik ook. Ik was ook echt niet klaar om te vergeven. Maar nu, ik heb gewoon ineens zoveel acceptatie in mijn leven... dat ik denk, ja, I feel great. Dat is goed, ja. Het is altijd moeilijk natuurlijk om iets... Je weet het zelf al, alleen om daar aan te leven is ook wel gelijk... Ja, maar wij hadden het daar laatst over met Paula toch ook. Dat, ja, dat je brein is zo een raar iets eigenlijk. Ik had dus een tomatensoep besteld. Die ik super lekker vind. Oh ja, ja, ja. En als ik iets lekker vind, vind ik het altijd leuk om tegen iedereen te zeggen... neem gewoon even een hapje. Ik wil gewoon zien... dat zij hetzelfde ervaren als ik, toch? Ik wil gewoon die vreugde wil ik delen. Dat is de hele reden waarom ik altijd vraag... wil je een hapje? Ja. En jij zegt altijd nee. En dan denk ik... is het van een share this? Ja. Gewoon de happiness part. Maar ik had dus die soep besteld... en Paula neemt een hapje en ze zegt... ja, maar dit is toch gewoon die pizzasaus... maar dan met water aangelegd. Het is zo zoet. Dit is geen vers gemaakte tomatensoep. En ik dacht, wat? Nee, toch? Dus ik neem een hap. En de hele soep smaakt anders. Ik kan het gewoon niet meer ervaren als hoe ik het eerst ervaarde. Nee. Terwijl ik er zo blij mee was. En dat komt dus alleen maar door bepaalde informatie... die je nu ineens binnen hebt gekregen. Dan ineens is je hele ervaring met die taste is anders. Ja. Maar dat is precies hoe het brein werkt. Het is gewoon letterlijk door de dingen die jij gelooft... ervaar jij de realiteit die jij ervaart. Ja. Ja, dat is inderdaad waar we in zitten. Daarom kunnen mensen ook zo goed manipuleren, toch? Ja. Op de kleinste vlak. Het gebeurt altijd. Ja. Of het nou iets is wat ze doen mm-hmm. met de intentie of gewoon per ongeluk. Ja. Ja, het manipuleert je altijd. Altijd. Ja, ja, maar het is gewoon... Dat soort dingen weet je wel. Maar soms heb je even dat besefmoment van... wow, dat is echt hoe het leven werkt, inderdaad. Want... Je kan ook bijvoorbeeld weten dat je, nou ja, even met jou, je weet dat je verslaafd bent aan sigaretten en je weet dat het fucking slecht is voor je. Maar ja, kom er maar stoppen. Even vanaf. Ja, weet je? Ja, tuurlijk. Ja. Ik kan mezelf ook wel vertellen van
dat is niet goed voor je. Dat, dat weet ik, snap je? Ja, dat zijn gewoon echt limiting beliefs, letterlijk. Ja. Ze beperken je realiteit van hoe je eigenlijk de wereld zou kunnen ervaren. Maar ja, we zien de wereld gewoon door een lens van onze pijn en onze trauma's en onze beperkte geloofsovertuigingen, waardoor we letterlijk een beperkte realiteit leven. Ja. En dat besefmoment had ik even met die tomatensoep. Dat je ineens dacht van, het is toch niet... Ja, it ain't it. Nee, ik voelde het ineens niet meer. Maar dat is wel grappig. Ja, ik denk niet dat ik dat zo erg met eten heb. Misschien twijfelde je toen eigenlijk al. Nee, echt totaal niet. Je zag me, je zat erbij. Ik was super overtuigd over die soep. Ja, want je zei wel de hele tijd van, ja, die soep moet je wel echt... Gaat iemand die soep bestellen? Want die is wel, dan wil ik wel een hapje. Ja, niemand die soep bestellen, zodat ik hem zelf maar besteld. Nee. Ja. En nu vind je hem niks. Dus nee, nu hoef ik hem niet meer. Nee. Echt een shame. Thanks, Paula. Ja, thank you voor... Nee. Ja, ach ja, kan gebeuren. Ja, ik... Ja, het is raar. Want hoeveel invloed heeft dat bijvoorbeeld... zulke dingen? Hoeveel invloed heeft dat op jouw dagelijks leven? Ja... Ik moet zeggen dat ik echt mijn periodes heb wat betreft haatcomments bijvoorbeeld. De ene keer komt het echt binnen. Ja. En de andere keer kan ik er naar kijken en denken, ja, boeien. Het zal wel. Het zal wel. Ik had bijvoorbeeld gisteren... als ik op Instagram zit, dan kan je soms zien dat iemand een DM stuurt en dan zie je gewoon de eerste regel. Ja. Als je in die app zit. Want verder heb ik de meldingen gewoon uitstaan. Ik wil er niks van zien, want anders dan word ik helemaal gek. Maar ik zat dus in die app en ik zag al de eerste zinnen. Dat was, hi, ik... Wil je even iets serieus vertellen of vragen? Iets in die trant? En toen dacht ik al... Oh, ja, het gaat al een bepaalde kant dit, op. Ja, dit wordt weer een heel lang bericht, denk ik. En even later kwam ik terug in mijn inbox en zag ik meer dan 9 berichten in die DM. Ja. Dus ik twijfelde of ik het moest openen of niet. Want ja... Ja, je zit er wel gelijk in. Ja, ik zit er dan wel in. Ik heb het dan gelezen, ik heb het dan gezien. Het is dan weer een hele commitment. Want ik vind het moeilijk om mensen te negeren. Ja. Dus dan moet ik reageren voor mezelf. Maar ja, ik had geopend. Ik kon het niet openen. En toen zag ik iemand die zei... Ik vind jouw content over spiritualiteit heel commercieel. Hoe sta jij daarin? Ik vind dat het allemaal maar... Er wordt heel anders over gedaan dan dat het eigenlijk is. Het is eigenlijk heel puur. En dat wordt nu niet zo vertaald... door middel van de content op TikTok en op social media... En dat deed me eigenlijk helemaal niks. Nee. Ik had toen gereageerd met... ik vind mijn content niet commercieel. Het komt recht uit mijn hart. En ik hou me niet zo bezig met wat anderen doen. Ik focus me liever op mezelf. Ja. X. Deed me helemaal niks. Zij heeft toen nog heel veel berichten gestuurd. Maar dan open ik het ook niet meer. Dan is het gewoon klaar. Weet je wel? Het ja, is gewoon, ja, ja, je hebt antwoord gegeven. Ja. Klaar. Maar bijvoorbeeld een andere... andere dingen die dan wel is... voorbij komen, die kunnen me dan wel ineens heel erg raken. Dat ik denk, ja, waarom? Ja. Waarom zeg je zoiets? Ik moet wel zeggen, ik vind het wel grappig dat... het is niet per se een sneer naar dezegene die dat bericht heeft gestuurd. Alleen, ja, spiritualiteit, dat commercieel wordt gezien. Wat ik altijd... Zo. Moesje verslikt zich even in zijn bordje. Ja, lekker. Hij is weer cool, hoor. Ja. Wat ik altijd toch grappig vind... is dat als het over zulke dingen gaat... over dingen wat heel persoonlijk is... als in hoe jij het ervaart... dat daar andere mensen een mening over hebben... hoe jij het moet ervaren en uiten. Dat is natuurlijk ook heel vaak met geloof zo. Ja. Maar dan denk ik vaak van... Wat moet je dan doen? Dat is toch. Ik dacht dat juist dat het mooie was aan die dingen. Dat je dus gewoon voor jezelf kan invullen hoe het voor jou is. Ja. En dat vind ik toch grappig dat er elke keer weer mensen zijn die gaan jou erop wijzen. Hoe jij het moet ervaren. Ja, en dan is het misschien met een vraag van. Ik vind het. Of dat iemand zegt van ik vind het aardig commercieel. Denk ook wel eens van ja. Kijk. Commercieel zou betekenen dat er ongeveer een hele grote groep mensen ermee bezig zijn. Nou, volgens mij is spiritualiteit aardig nog niche. Ja, ik snap ergens wel wat ze bedoelt hoor, echt waar. I get it. Want spiritualiteit is nu wel een soort
het is bijna een soort trend aan het worden. Dat je mensen op TikTok zichzelf ook echt witch ziet noemen en zo. Dat ik denk, ja, maar dat met alle respect, dat ben je gewoon echt niet. Nee. Gewoon niet. Nee, maar ja. Maar ja, tuurlijk, het is maar net hoe je je voelt. Ja, who cares? Nee, dat is dat ook zo. Dat bedoel ik meer. Maar ik snap waar ze vandaan komt. Want eigenlijk, als je echt gaat nadenken waar spiritualiteit vandaan komt, ja, heel veel dingen die worden uitgeoefend als je spiritueel bent, die komen van het hindoeïsme. Dus nu wordt er gedaan alsof het it's being whitewashed, laat me het zo zeggen. Je ziet ineens heel veel. Dit is wat er wordt verteld, hè. Dit is niet wat ik zeg, maar je ziet heel veel witte mensen die dan doen alsof ze spiritueel zijn. Ja. En dat dus dan allemaal delen, terwijl ze niet de echte rituals kennen zoals dat ze eigenlijk zijn. Dat is wat ermee wordt bedoeld, met dat het nu een trend is en dat iedereen daar maar mee meedoet. Tuurlijk. Nogmaals, zijn niet mijn woorden, maar dit is wat ik lees. Tuurlijk, daar kan ik me ook ergens in vinden. Alleen alsnog, who gives a flying fuck? Gewoon zo van, wie geeft een fuck om? Net zoals dat de artiesten bijvoorbeeld net doorbreken. En dan heb je altijd mensen van, ja, zo, echt goede muziek maakt diegene. Ik vind het echt tof. En heeft hij een hit en dan is het van, ja, nee, ik vind het niet meer leuk. Want nu is het commercieel. Zo van, ja, maar wat wil je dan? Wat wil je dan dat is met deze artiest gebeurt? Yeah. Dat hij altijd klein blijft of zo? Het is toch goed dat het... Klopt, dat het, kijk, tuurlijk, het moet niet uitgebuit worden om populair te zijn. Yeah. Tuurlijk heb je daar, kan je daar iets van denken van, dat is niet cool, want er zijn echt mensen die er diep mee bezig zijn. Maar zelfs dan denk ik ook weer. Oesh. Zelfs dan denk ik ook weer. En dit is totaal mijn mening, hè? Mm-hmm. Dat hoeft niemand te delen. Zelfs dan ook weer denk ik van, ja, maar who cares? Waar gaat het nou echt om? Mm-hmm. Blijf gewoon, hou gewoon lekker bij jezelf dat jij dit doet. Ja, het moet toch lopen. Hou het gewoon lekker bij jezelf dat je dit doet. Maar ja, tuurlijk zijn er mensen die het uitbuiten en daar geld mee verdienen, bijvoorbeeld. Hmm. Ja, so be it. Yeah. Ja, so be it. Dat is altijd met elk ding is dat zo, snap je? Ja. Ja, dat is sowieso, alles draait om geld. Ja. Dus, misschien hebben mensen ook zoiets van, ja, maar met dit en dit kan het echt niet. Nee, tuurlijk, er zijn bepaalde grenzen met bepaalde dingen. Daar ben ik het helemaal mee eens, snap je? Alleen, ik moet zeggen, mensen als ik, dus die niet per se heel erg in de spiritualiteit zitten, steeds iets meer door jou, maar nog steeds, hè, met één voet erbuiten. Ja, misschien door jou ook, maar ook door die filmpjes die ik zie, snap ik er dingen wel meer dingen van. Ja, tuurlijk, dus, maar dat is ook het doel. Toch? Dus, Okay, ja, maar dan... Ja, dus dan is er niks aan de hand. Ja. Zou het niet uit moeten maken? Precies, ja, maar dat is het hele ding. Kijk, het is ook iets heel puurs. En ik heb altijd al gezegd, spiritualiteit heeft voor iedereen een andere betekenis. Het is voor iedereen een andere ervaring, voor iedereen een andere reis. Maar ook hier had ik het gisteren met Paula over. Wat ik dus heel grappig vind, is, ik krijg nu bijvoorbeeld telkens vaker DM's over spiritualiteit. En een voorbeeld is dan bijvoorbeeld dat iemand zegt, ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik heb gisteren maar gewoon gemanifesteerd. En ik wil je eigenlijk vragen, moet ik dan één keer manifesteren? Of moet ik het opschrijven? Of moet ik het meerdere keren op een dag doen? Moet ik het uitspreken? Moet ik het... Weet je wel, dat soort vragen. Ja. En ik had het daar met Paula over. En je ziet gewoon een soort scheidingslijn van mensen die er zich nu... Die nu denken, ik ben geïnteresseerd erin en ik wil er meer over leren, maar ik moet alles meteen in één dag leren. En mensen waarbij het echt vanuit hun hart komt. Dus bijvoorbeeld ik, ja, dit is gewoon in mijn leven gekomen. En de ene dag bedenk ik me ineens, oh, ik zou wel meer willen weten over, ik zeg maar wat, numerologie of zo. Dan denk ik, nou, dan ga ik er een boek over bestellen of dan ga ik er informatie over opzoeken. Maar het is niet dat ik denk, oh, ik moet nu echt de hele dag 6 uur lang even spiritualiteit bestuderen en dat dan in mijn leven gaan toepassen of zo. Nee, het gebeurt gewoon allemaal vanuit mijn, wat op dat moment juist voelt. Want de ene dag denk ik, ja, ik wil mediteren met een klankschaal. En de andere dag dan voel ik me aangetrokken tot een bepaald kristal. Het is niet dat ik denk, nou, op dinsdag pak ik een oranje kristal erbij. En nee. Weet je, het komt allemaal uit... True.
true. Ja, uit nee. being myself. En uit wat goed voelt en wat mijn intuïtie, waar mijn intuïtie om schreeuwt. En ik denk dat mensen dat gewoon wat meer moeten proberen. In plaats van dus wel echt het gevoel hebben van, oh, ik moet echt alles in één dag leren en dan ook meteen toepassen. Want het werkt gewoon niet zo. Ja, maar ja. Ja, ik ben misschien de hele tijd advocaat van de duivel. Maar daar denk ik ook van. Nee, ja, ja, tuurlijk moet wel een tegengeluid komen, snap je? Ik snap jou, hè. Ik ben niet jouw mening aan het. Want ik weet wel hoe jij daarover denkt. Alleen, ook zoiets van, ja. Ook daar. Ja, als iemand alles in één dag wil, bijvoorbeeld de hele tijd wil studeren en op woensdag moet ik een oranje steen erbij pakken. Stel dat diegene daadwerkelijk daar echt gelukkig van wordt. Denk ik ook zoiets van. Tuurlijk. Doe wat je wil. Over de George, snap je? Dat vind ik zo grappig. Dat regels zit gewoon in een mens om daar altijd overal regels op te leggen. Zo van, ja, maar als je het doet, kan je niet zo en zo doen. Kijk, met geloof staan bepaalde dingen staan vast. Dus ergens, ik ben niet zo erg in het geloof, maar daar hou ik me ook een beetje buiten. Maar daar kan ik nog bepaalde dingen bedenken van, ja, maar dit en dit kan gewoon niet. Oké, cool. Is cool. Maar met heel veel denk ik ook van, ja. Ja, maar dat is het hele ding. Er zitten geen regels aan vast. Dus doe inderdaad whatever the fuck you want. Maar doe het wel echt vanuit, omdat jij het wil. En niet omdat je ziet, oh, iedereen doet het, dus ik moet dit ook gaan doen. Nee. En die indruk krijg ik wel. Tuurlijk, oké, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het gaat er gewoon om, als iemand het doet op een soort rare manier, of wat hele spirituele mensen heel raar vinden, maar diegene wordt er wel gelukkig van. Doe dan het. Denk ik zoiets van, ja, sowieso. Maar iedereen moet gewoon zijn mond houden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar inderdaad, als jij de intentie erachter, daar gaat het maar om. Als jij, weet ik veel, je denkt leuk content schieten, je gaat in bad en je doet allemaal stenen erin en je gaat er zelf in liggen en dan een beetje zo, je weet toch, een beetje soort leuk gaan doen. Ja, dan kan ik me ook wel denken dat mensen zoiets hebben van, hallo, ja. Wat gebeurt hier nu? Ja, ja. Ieder zijn ding. Ja, ieder zijn ding. Dat is gewoon meer het ding. En ik zit een beetje te denken van hoe jouw shit commercieel is. Wat, ook daar, wat moet jij dan doen? Moet jij een soort van met je ogen gesloten? Zo van, ja, mensen, hier ben ik. En dat is je content. Nobody will watch it. Nee, ja. Niemand zal het kijken, nee. Toch? Nee, klopt. Nee, nou dan. Oké, cool. Nou, dan laten moet we je zeggen, mijn message is puur, maar tuurlijk denk ik aan hoe het eruit ziet. Ja, en ik zie jou, hoe jou thuis bent. Jij bent er helemaal in betrokken. En het is hoe jij het uit is ja, wat meer zit een vorm van entertaining ook achter natuurlijk. Maar de bewust, message, ja. Ja, tuurlijk, bewust. Maar de message is duidelijk. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, nogmaals, moet je als een soort domme troela, moet je als saaie troela, moet je een beetje een soort van, je weet toch, hoe heet dat? Klankschaal. Die klankschaal, moet je dan dat gaan doen en dan gewoon niet in de camera kijken bijvoorbeeld, of niet, gewoon helemaal fuck it. Denken gewoon, ja, dit is het. Dit nee. is het wat ik wil naar buiten nee. wil brengen. Nee. Nee, oké, nou ja, cool. Helemaal gelijk. Ja, dan zullen mensen denken van, ja, dit is commercieel. En ja, ik kan zo dat het zo overkomt. Alleen mensen moeten gewoon stoppen met de hele tijd regels op alles. Alles klopt. Altijd maar te gooien. Ja, ik denk dat ik gewoon telkens meer tot het besef kom dat ik echt vanuit mijn hart wil leven. En ik denk dat ik daarom ook telkens meer toetrek naar, nou, dat ik alles accepteer en telkens meer kan vergeven voor wat er is gebeurd. Ja, ik probeer gewoon te doen wat fijn voelt. Ja. Nog een voorbeeld is, ik krijg ook echt heel vaak de vraag, hoe plan je je tatoeages uit? Dus hoe denk je aan de placements? Nou, dat doe ik ook niet. Ik neem gewoon een tatoeage en ik kijk op dat moment wat voor mij voelt als de juiste plek. Zoals gisteren, ja, was dat mijn keel. Ja. Ja, klaar. Gewoon daar en stopt klaar. Het al. Ja, daar stopt het. Daar stopt het hele gesprek gewoon. Ja. Om mijn keel, klaar. Waarom? Weet niet. Boeien. Doorgaan. Ja, toch? Ja, maar er wordt elk. Hey, oh man. Door de hele tijd, ja, maar hoe weet je dan dat het een goede plek is? Dat weet je pas als je het hebt gedaan. Dan weet je het. Ja, omdat het gewoon goed voelt. Het voelt gewoon goed, ik wil hem daar hebben. En het dan ga je niks over goed. Zeggen. Het boeit me niet. Je weet toch? Ja. Nee, mensen bedoelen het niet kut. Het is gewoon meer dat ze denken, jouw tatoeages, het lijkt echt alsof je ze van tevoren hebt gepland, omdat ze zo goed bij elkaar zitten. Maar ja, ik weet hoe mensen het bedoelen, alleen het is zo dat. Oh. Weet je hoe het komt? Omdat ik naar mijn gevoel luister. Daarom. Ja, daarom gaat ook het goed.
Ja, maar ook al zag je het ergens anders bij iemand. Fuck it. Ja, daar ben jij niet zo voorstander van, hè, nee. Met tattoos. Nee, ja, daar heb ik ook zoiets van, ja. Pff. Neem precies dezelfde tattoos als ik. Exact. I don't care. Ja, dat is, ik vind daar wel een grens. Ga naar dezelfde tattooer, artiest. Nee. Ja, maar dat boeit me niet. Ik bedoel, nee, maar gewoon eens, ga naar dezelfde. Ik gun Dan al het werk. Hij is echt... Nee, maar ik bedoel, ga naar die tattooartiest en doe exact foto van mijn... Laat zien van mijn tattoos. Zet ze allemaal precies zo. Het boeit mij niet. Ja, ik denk dat dat wel heel rustgevend is. Dat jij echt geen fok geeft om zulke dingen. Nee, maar ik denk ook zo van... Ja, waarom? Ik probeer echt te bedenken waarom. En dan denk ik vaak, weet ik niet... Okay, dan... Het is ook echt gewoon alleen je ego die erom tript. Dus het is ook echt een waarom. Eigenlijk want als je gaat nadenken, ja, waarom trip je erom? Ja, dan kom je toch weer uit bij... Ja, ik voel me attacked. Ja, ik voel wat? Me aangevallen. Terwijl misschien is het... Maar dat is je ego. Ja, ja, en plus, het is ook zo. Misschien vindt diegene het zo vet om het te kopiëren. Want zo kan je het ook zien. Jij hebt blijkbaar dingen die mensen willen... Die mensen ook willen. I know. Dus dat weet ik ook. Wat voor compliment wil je nog meer krijgen? Mensen zeggen dat ook altijd. Het is gewoon een compliment. Maar ik vind het toch... Weet je wat het is met mijn tatoeages? Heel veel hebben gewoon echt een hele belangrijke betekenis. En zijn voor mij uitgetekend. Ja, voor jou inderdaad. Wat je zegt. Mm-hmm. Voor jou uitgetekend voor jou. Maar misschien is die... code, misschien ziet iemand anders. Cijfers. Ja, tuurlijk. Snap je? Ja, maar ik heb het ook niet over de... De smiley of de cijfers, ja, boeien als nee, je dat ook neemt. Gewoon. Want ja, maar als het gewoon echt een heel design is... wat ik heb uitgetekend of mijn tatoeëerder... ja, dat vind ik gewoon niet cool. Want daarbij denk ik gewoon, ja, dit voelt gewoon als een stukje van mij... wat jij dan op jouw lichaam zet... zonder dat je weet wat het verhaal erachter is. Ja, kijk, dat is toch een beetje mijn identiteit. Ik denk dat het daardoor... Ja, oké, ik kan me er ergens in vinden, maar... Ook denk ik weer van... Ja, nou ja, het zou gewoon voor... Ja, het blijft altijd, zou voor jezelf gewoon fijn zijn dat... Bijvoorbeeld, hè. Paula heeft hier op haar hand de coördinaten van het huis van haar oma. Ja. Mensen hebben dat gewoon ook. Dat is toch raar? Dat is, ja, het is weird. Het is sowieso weird. Dat zijn de coördinaten... Zo. Ik doe even toch het raam dicht. Toch wel even het raam dicht, ja. Het wordt weer lekker gebouwd om ons heen. Maar dat vind ik gewoon gek. Dan denk ik gewoon, je hebt nu letterlijk de coördinaten van het huis van iemands oma. Ja, nee, dat is ook weird. Getatoeëerd. En je weet niet wat het betekent. Nee, maar ja, misschien beter ook dat diegene het niet betekent. Niet weet. Nee. Ja, het niet weet. Je zei niet betekent. Oh, dat diegene niet weet wat het betekent. Ja. Nee, het is weird, inderdaad. Toch? Ja, maar je zegt net, I don't care. Nee, het is weird, alleen... Ik snap het. Nee, ik snap hem sowieso. Het is gewoon meer... ik heb daar nog wel mijn grenzen in. Ja, nee, dat kan. Daar ben ik ook voor de rest niet aan het oordelen. Ik probeer ook vooral van mijn kant dingen te bekijken natuurlijk. Ja, yeah, I know. Dus ik probeer te bedenken waarom of ik zo zou reageren. En dat zou ik niet doen. Nee. Nee, ja, iedereen heeft recht om iets van iets te vinden uiteindelijk. Maar meer voor jezelf. Dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Ja. Kijk, ik hou me ook niet altijd aan. Hè. Want jij weet ook van mij, ik kan ook over dingen helemaal losgaan, snap je? Ja, en ik ben niet zo mild zeker. Als jij, hoe jij dingen verwoordt. Ik ga gewoon full in, je weet toch? En dan vraag je ook wel eens, waarom triggert het jou? En dan leg ik het uit. En ik weet op dat moment ook, ik ben gewoon een sukkel op dat moment, hè, dat ik daarover... Nee, vind ik niet. Vind ik zeker niet. Dat zijn je emoties en dat is valid. Dat nou, je weet dat wel eens over wat voor dingen. Je weet toch, dingen die niet eens in ons huishouden bijvoorbeeld gebeuren of zo. Dat gaat helemaal. Of een tv-programma of wat ik op Twitter zie of whatever. Mm-hmm. Dat staat helemaal los van je mij. Je laat je even helemaal meeslepen. Dan. Laat me helemaal meeslepen, ja. Helemaal. I know. En daar denk ik ook wel eens van, ja, waar maak je de druk om? Even serieus, man. Waar hebben we het over? Ja. Yeah. Waar hebben we het over? Ja. Yeah. Waar maak je druk om? Ja, maar dat is het ook eigenlijk. Dat is met heel veel dingen in het leven. Waar de fok maak je druk om? Ja, dat sowieso. Dat is met alles, ja. Dat 100%. Want ik wil nu bijvoorbeeld 2 gems. Ja. Wat ik zei, van die diamantjes op mijn tanden. Nou, ik heb nu een tatoeage in mijn keel. En het is wel heel grappig. Maar het eerste wat er door mijn gedachten ging... op het moment dat ik hem voor de spiegel voor mijn keel hield...
eerste wat ik dacht was... de fuck gaan mijn schoonouders van mij denken? Dat is echt het eerste wat in mij opkwam. Ja? En het enige. Want voor de rest, I don't give a fuck wat iemand van mij denkt. Maar ja, dan ben je wel een beetje laat, hè? Moet ik ben zeggen. Tand toe laat. Ja, ik wou net zeggen, dat kleine ding in je nek, dat maakt ook niet meer uit. Want je hebt hier ook nog en op je handen. Nee, dat weet ik ook. Maar het is toch... Ja, je merkt dat de gedachtes die in jouw hoofd zwieren... Ja, die kunnen je gewoon echt helemaal kapot maken natuurlijk. Tuurlijk. En ja... Ik heb dat eigenlijk vrijwel bijna nooit meer, hoor. Dat ik mezelf echt de put in praat in mijn hoofd. Ik heb dat gewoon niet meer. Dat besef had ik ook laatst. Dat ik echt dacht... Ze zeggen toch altijd dat je de observer bent van je gedachtes. Je bent niet je gedachtes. Ja. Ik heb dat eigenlijk altijd zo ervaren. Ik heb nooit echt gehad... dat ik dus echt... die dingen in mijn hoofd hoorde en besefte... oh ja, maar ik ben dat... Ik heb altijd een soort van een afstandje naar geluisterd. En tuurlijk was ik vroeger wel gewoon super fragiel... dat ik de gedachten die ik hoorde me super erg... ik liet me super erg beïnvloeden door die gedachten. Ja. Maar ik heb wel altijd beseft van... Oké, maar ik ben dat niet. Ja, dus wat je gedachten zeggen is niet hetgene wat je wilt doen. Ja, ik hoor dat gewoon in mijn hoofd, maar ik ben het niet. Nee, weet je wel? Ik heb dat ook wel. Dat ik over iets een mening heb, heel erg. En dan denk ik ook van, ja, het is gewoon dat het in mijn hoofd speelt. Maar ik wilde nooit, het hoeft nooit geuit te worden of iets. Dat blijft gewoon, dat is gewoon iets wat ik van de verte zie. En dat laat ik even toe, op dat moment. Mm-hmm. Maar het gaat nooit uit mijn hoofd. Of nooit de wereld in. Ik zou nooit zo handelen. Nee, ik denk dat we wat anders bedoelen, maar dat maakt niet uit. Hoe bedoel je het dan? Ik bedoel gewoon echt dat je gedachtes letterlijk niet jij zijn. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Oh, oké. Je kan bepaalde gedachtes hebben, alleen als je erover nadenkt... dat je of als je weer een andere gedachte... Je weet toch, mm-hmm. Dus je hebt hier jij, hier een gedachte... maar daarnaast ook nog een gedachte over die gedachte. Snap je? Ja, ik snap het. Een soort gekke inception. Ja. Deze gedachte kan nog wel eens denken van... ja, maar jij bent bullshit. Uiteindelijk. Precies, ja. En dat... gaat allemaal goed. En dat heb ik dan vaak. Dat bedoel ik. Ja, en dat je dat beseft ook. Ja. 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 Ja, maar dat is ook gewoon letterlijk zo. Ja. Het is letterlijk... waarmee vergeleek... Met clouds vergeleek ik het altijd. Gewoon alsof jij naar de wolken aan het kijken bent... en die wolken zijn allemaal gedachtes. Ja. Dat is wat er in je hoofd gebeurt. Ja. En soms gaan ze weg en soms blijven ze. Soms is één groter dan de ander. En daardoor neemt het veel meer space in. Maar het is en blijft zo dat het niet... Jij bent dat niet. Jij luistert daarnaar. Dat ben jij niet. Je luistert naar of niet, inderdaad. Of dat niet. Is een beetje, dat is raar, inderdaad. Nee, als je daar heel bewust mee omgaat... dus dat je dat beseft... Ja. Is het wel heel raar, inderdaad. Ja, en ook dat heb ik telkens meer... Maar ik had dat bijvoorbeeld ook altijd heel erg... wat ik jou heb verteld als ik vroeger smokte. Dat ik dan... Ik kon letterlijk mijn lichaam niet bewegen. Dus letterlijk lag ik op de bank. En dan moest ik tegen mijn vrienden zeggen... Yo, ik kan echt niet bewegen. Jullie moeten me echt even kietelen of zo. Want ik kan gewoon niet bewegen. Ja. En hoe het voor mij voelde... Ik zag hier dus laatst een TikTok-filmpje over. Die heb ik jou ook laten zien. En toen ik dat zag... Mijn mond dropte open. Ik dacht, what the fuck? Er is hier een woord voor. Iemand heeft het gewoon perfect afgebeeld zoals ik het altijd omschreef. Want wat ik altijd zei, mijn vrienden vroegen altijd... ja, maar wat voel je dan? Hoe bedoel je? Je kan niet bewegen. Wat the fuck? Ja. En ik zei dan altijd, ja, het lijkt gewoon alsof ik... als een klein persoontje in mijn hoofd zit... te kijken vanuit mijn ogen naar hoe ik de wereld aan het beleven ben. Dus het lijkt een soort tv-kassen of zo. Ja. Maar ik zit gewoon te chillen in dat hoofd... En ik voel gewoon dat mijn lichaam, ik ben dat niet. Nee, maar dat is... spring je in en af en toe niet. Ja, maar dat is ook letterlijk wat het is. Je bent gewoon een ziel in je lichaam, toch? Ja, zo voelt het, zo kan het wel voelen inderdaad. En als je daar lang over nadenkt, dan kan je misschien gek maken, maar... Op die TikTok zie je dus ook echt gewoon een soort persoontje in jouw brein zitten. Te kijken vanuit je ogen. Dat is gewoon letterlijk hoe ik me altijd voelde. En het heet dus dissociation. Dissociation. Gewoon dissociatie. Ja. Dat je dus... Nou ja, laat me zeggen. Je distancieert van... Dankjewel. Van je lichaam. Ja.
Ja, en dat... En dat gebeurt gewoon. Het is niet waar je per se heel erg controle over hebt. Zo raar, ja. En dan kijk ik ook naar mijn handen en denk ik, ja... Ja, dit zit gewoon aan mij of zo. Nou, ik heb dat niet per se. En hoe snel alles ook gaat. Dat ik nu denk, ik wil mijn vingers bewegen en het gaat allemaal meteen. Het is gewoon... weird. Ja. Ja. Ja, nee, maar het is wel interessant. Heel interessant, Het is wel heel interessant. Om daar, want het werkt wel vaak zo. Daarom doen mensen domme dingen. Wat zijn domme dingen? Gewoon whatever. Okay. Nee, gewoon, ik heb het over whatever. Okay. Het kan over van alles zijn. Het kan zo klein mogelijk zijn. Weet ik veel. Whatever. Nee, ik kan nu even niks opnoemen. Maar gewoon whatever. Mm-hmm. En dat je later gewoon een soort tot een besef komt van... oh shit, wat heb ik gedaan, toch? Ja, ik denk dat dat al een vorm is daarvan. Wat? Ja? Ja. Ik denk dat er één gedachte dan zegt tegen jou van... doe dit gewoon. En daar ben je even helemaal niet bewust van. Je bedoel je. Het gebeurt gewoon. Precies, ja. En later komt dat mannetje waar je het over hebt... die zegt van, yo, dat is niet helemaal cool of zo. Ja, ik weet niet of dat echt dissociatie is... maar ik snap wel heel erg wat je bedoelt, ja. Nee, oké, niet in die vorm hoe jij het zegt, maar... Maar ik snap wat je bedoelt, wel, ja. Ja. Terwijl je donders goed weet van... Why? Waarom heb ik dat gedaan? Ja. Ja. Heb je veel spijt van dingen? Nee. Nee, ik heb wel vaker die vraag gekregen, maar nee. Door mij, die vraag? Nee, gewoon... In general. Ja. Ja. Vaak in interviews ook... Klopt, ja. Krijg ik die vraag dan... Nee, nooit eigenlijk. Nee. Omdat ik... en dat geldt niet voor alles, maar ik blijf altijd zeggen... ja, ik heb liever spijt of ik baal liever... dat ik iets heb gedaan en dat het niet helemaal is... heeft uitgepakt hoe ik het wilde, dan dat ik... het niet heb gedaan. Dat ik het nooit heb gedaan, ja. Ja. Maar ook niet heb ik of spijt hebben van dat ik... iets tegen iemand heb gezegd. Nee, ook niet. Nee. Dat is mooi. Ik heb niks dat ik zoiets heb van... dat wil ik, moet ik terughalen of zo. Mm. Nee. Nee, ja, het is ook gewoon gebeurd, snap je? Dingen. Ja, met een reden. Ja, dat kan ook van alles. Het hoeft helemaal niet bijzonder te zijn. Maar nee, ik voel dat niet. Ik ervaar geen... Het is ook gewoon als jij alle situaties en... personen en dingen weghaalt die jij hebt meegemaakt. Ja, wie ben jij dan? Wat is er dan over? Want het heeft jou letterlijk gevormd tot wie je nu bent. Dus waarom zou je er spijt van hebben? Exact. Ja. Heb jij spijt van dingen? Nee. Nee, ik denk dat dat het beste is wat je kan hebben. Gewoon over alle situaties. Kijk, je weet ons goed wel of je iets heel heftigs hebt gedaan bij iemand. Of een hele heftige keuze gemaakt. Ik denk dat ik voorheen wel eens bij sommige dingen dacht... oh, daar heb ik wel spijt van. Maar wat ik al zei, nu ik telkens meer... het voelt alsof ik telkens meer de waarheid ontdek van mijn leven. Ja. Nu telkens meer op zijn plek valt en ik acceptatie heb voor die dingen... en vergiffenis uitvoer. Ja, ik weet niet, man, alles maakt sens of zo. Ja. Dus ik heb nu... oh, helemaal geen spijt meer. Ik had vroeger dus nog wel eens de gedachte van... oh, had ik dat maar niet gedaan? Nee. Maar nu denk ik, ja, nee, tuurlijk had ik dat gedaan, want... weet je wel? Ja. Het komt allemaal ergens vandaan en dat is prima. Ik denk dat je op het moment zelf bijvoorbeeld een paar dagen... na een situatie wel spijt kan hebben. Dat kan natuurlijk, maar als je echt terugkijkt... van heb je echt lijpe spijt van dingen? Ja, dan zou ik zeggen van nee, ik kan niks opnoemen. Nee. Of niks. Alles liep gewoon zoals het moest lopen, blijkbaar. Precies, ja. En of het kut is, dat kan. Maar... dat hoort daar ook bij. Ja, ja. Kijk, tenzij ik echt vet iemand heb gepest, bijvoorbeeld. Ja. Dan zou ik daar wel spijt van hebben, ja. Dat snap ik, maar dat heb je niet gedaan. Nee. Nee. Niet zoals dat, nee. Nee. Nee, en daarom ga ik mijn haar knippen. Ja, om daar later ook geen spijt van te hebben. Ja. Ja, omdat ik nu zoiets heb van... ja, maar mijn haar is eindelijk lang. Goeie loop, hè? Ja, diep wel, maar daarom ga ik mijn haar knippen. Want dat is echt iets over wat je over een aantal maanden pas kan zeggen. Van ja, ik heb geen spijt van dit.
Precies. Jij weet nu al dat je geen spijt gaat krijgen. Nee, ja. Dus je moet het toch doen. Daarom, ik moet het. Ik wil ooit in mijn leven, wil ik gewoon een mooie gekke bob hebben gehad. Ja. En ik denk dat ik nu over mezelf kan zeggen dat ik mezelf nu het mooist vind. Als in ik weet nu wat ik het mooist vind om aan te doen. En gewoon hoe ik eruit zie. Dat... Ja, je bent het meest gelukkig met jezelf. Ik ben nu het meest gelukkig met mezelf. Dus ik denk dat nu ook de perfecte tijd is om iets te doen met mijn haar. Wat ik normaal niet zou doen. Omdat ik denk ik nu het meest zou embracen. Ja. Het slaat eigenlijk nergens op. Zo'n hele diepe gedachten achter mijn haar knippen, maar... Ja. Alles is relatief uiteindelijk zo, het maakt allemaal geen drol uit. Alleen nee. Op dat moment kan je haar wel belangrijk zijn. En dat is het gewoon nu. Ja. Dus... je moet het gewoon doen. Maar ja. Ik heb wel vaker tegen jou gezegd... Echt vaak, haar. Ja. Ik ben wel degene die dat heeft gezegd. Ja. Niet dat je deze keuze nu maakt, want die maak je zelf, maar... Ja, jij hebt altijd gezegd... Ik denk dat het er altijd wel mooi zou staan, ja. Nou, krijg je toch wat je wil. Ja, niet wat ik wil, wat ik denk dat mooi zou staan, inderdaad. Ja. Wat ik wil is gewoon jou. Dat is gewoon het... Daar krijg ik een beetje kriebels van. Ja? Because I love you. Ik hou van je, meisje. Op zich. We gaan lekker. Wow. Ja, we hebben gewoon... We zijn echt al een uur aan het praten, joh. Ja. Op zich was dat ook wel een mooie... Afsluiter, ja. Ja. Hè, zijn we al een uur aan het... Nou, er is iets met deze maand. Er is sowieso iets met deze maand, dat wel. Alleen, we praten gewoon lekker. En het gaat gewoon goed. Dat sowieso altijd. Dus... Maar eerlijk, even als afsluiter nog... Deze tijd in april, dus niet normaal. Dingen voelen wel soms, wat ik toen tegen jou zei... dat we wakker werden om 10 of zo. En toen zijn er afspraken om 1. En toen was het ineens 5 minuten later... en toen was het ineens 5 uur 's middags. Ja, what the fuck? Ja. Maar de hele maand gaat dit al zo. Ja, ja, dat is heel raar. Ja, het gaat heel snel, ja. Want ik kan me nu ook niet herinneren, want ik was om 9 uur op. Het is nu 2:30. Geen idee wat ik heb gedaan. Heel raar. Ik heb gedoucht en nu zit we hier. Ja. En ik heb met de hond gelopen. Dan zijn we al een uur verder met praten. Ja. Wauw. In ieder geval, it was a good talk. Ja. Ik vond het inspirerend ook. Ja, ik ook wel. Dus we hopen dat jullie het ook leuk vonden. Ja, dat hoop ik ook. En ik ga vanaf nu de afleveringen weer op Spotify. Of nee? Jawel, Spotify als podcaster opzetten. Ik heb dat bij de afgelopen 2 niet gedaan. Niet? Vergeten, ja. Oh, dat moet je altijd doen. Hè? Ja. Ik heb altijd geleerd als je podcast maakt... audio opnemen, audio er vanaf nemen. Maar ik weet nou ook niet of het nu nog zin heeft... om de andere 2 erop te zetten. Ja, natuurlijk. Ja, jawel. Altijd gewoon doen. Nou, lekker jongens, content. Jullie horen het. Ja, ik ga alles erop zetten. Lekker, kunnen mensen lekker in de auto luisteren of zo. Ik kan ook via YouTube, maar... Ja, het is toch anders. Ja. Nou, bij deze, ik ga mijn best doen om ze er allemaal op te zetten. En wij zien jullie in de volgende. Tot de volgende keer. Bye.